President Poetin heeft de Russische troepen langs de grens met Oekraïne opgedragen zich terug te trekken. Volgens de NAVO heeft Rusland sinds het uitbreken van de crisis ongeveer 40.000 soldaten naar de grens gestuurd. De regering in Moskou houdt vol dat de troepen in de regio aanwezig waren voor oefeningen. In Panama is zondagavond een stille tocht gehouden voor de vermiste studentes Lisanne Froon en Chris Kremers. Inwoners van Boquete en de ouders van Lisanne liepen mee. De meisjes zijn nu al anderhalve maand vermist. Inmiddels is er een nieuwe officier van justitie op de zaak gezet die gespecialiseerd is in criminele zaken. De ochtendspits is vanmorgen rommelig verlopen. Door verschillende ongelukken stond er rond 8:30 250 kilometer file. Het grootste ongeval gebeurde op de A2, waar bij knooppunt Ouderijn 9 voertuigen op elkaar botsten. Wubbo Ockels gaf in een laatste brief zijn visie op de mensheid. "Laten we het menselijke tijdperk begroeten," schreef hij. "Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid, van ons." Ockels overleed zondag na een lange strijd tegen kanker. Het gasgevaar in de Turkse randmijn was al dagen voor de ramp bekend. Sensoren zouden gevaarlijk hoge concentraties dodelijk gas in de mijn hebben gedetecteerd. Maar met die informatie werd niets gedaan.